Zeeland? Weet je wat we gaan doen, Monk? En jongens, we gaan de hele dag zijn we in de gemeente Terneuzen. Leuk. We zijn nu al bijna een jaar door heel Zeeland aan het cruisen. En we hebben nog geen één keer echt mosselen gegeten. Nee. En dat gaan we doen. We gaan naar Filipijnen. Ah, yes. Een stadje wat bekend staat om de mosselrestaurant. Doen we daar dan een wit wijntje bij, of niet? Hoi. Hoi. Oswel. Ja. Hoi man. Hoi. Leuk dat je er bent. Nou, leuk dat jullie er zijn. Kijk, ik denk dat Monk bang is voor de mossel. Het is toch wel een flinke mossel dit hoor. Ja, zeker. Ik zou hem niet lusten. Zo groot? Nee, ik zou er wel lekker in willen liggen nu. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Je ziet hier gelijk, er zijn 7 restaurants, geloof ik. Ja, klopt. Als je een beetje rondkijkt, dan zie je al gelijk een aantal restaurants. Want Filipijnen is natuurlijk erg bekend voor de mosselen. We hebben een rijke mosselgeschiedenis eigenlijk. En dit is een van de plantjes waar alle restaurants zich bevinden. En zo meteen lopen we naar de andere kant Filipijnen waar de rest van de restaurants zich bevinden. En dan hebben we ook een leuke tafel voor jullie klaargemaakt om... Jij ziet er helemaal niet Zeeuws uit. Nee, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Ja. Jij komt Ik ben import Zeeuw, inderdaad. Wat geweldig. Ja, klopt. En waar kom je origineel, waar kom je ouders vandaan? Ik kom zelf uit Venezuela. Hoe ben je hier dan gekomen? Uiteindelijk voor de liefde. Niet mijn eigen liefde, maar die van mijn moeder dan. Oh, wat goed. Ik was natuurlijk nog minderjarig, was nog 15. Toen mijn moeder kwam vragen van, althans vertellen, hey, luister, ik heb iemand ontmoet. De persoon komt uit Nederland, uit Filipijnen notabene. Hij wil graag dat wij naar Nederland verhuizen. Maar... Want je vader was er niet meer? Mijn vader was er niet meer, nee. Dus mijn stiefvader, de partner van mijn moeder, die is een van de... eigenaar van een van de restaurants in Filipijnen. Ja. We zijn gelijk in een mosselrestaurant terechtgekomen hier in Nederland. Dat was ons eerste ervaring in Nederland. En ja, daar ben ik zelf opgegroeid eigenlijk. En toen moest je ook ineens mosselen eten. En het duurde wel eventjes voordat ik... Moest je even doorbijten? Ja. En nu vind je het heerlijk? Ik vind het heerlijk, ja. Ik kan er enorm van genieten. Nou, ik denk, we moeten er maar aan geloven, hè. We gaan van elk restaurant gaan we mosselen eten. Ja, dat klopt. We hebben alles geregeld dat jullie in ieder geval van 6 restaurants... Dat is mooi. ...mosseltjes gaan proeven. Filipijnen staat dus bekend om de vele mosselrestaurants van hoge kwaliteit. Opvallend, omdat het stadje al tijden niet meer aan het water ligt. Maar vroeger lag dit aan het water, toch? Dat klopt. We hadden een haventje eigenlijk, komen we net van Dam, waar de haven vroeger stond. Aan de Westerschelde, dacht ik. Ja, klopt. We hadden eigenlijk via de Braakman een rechtstreekse verbinding met de Westerschelde. En daar kwamen ook de mosselen vandaan. Ja, klopt. Maar nu dan? Wel. Waar komen ze dan nu vandaan? Voornamelijk uit de Oosterschelde. Eigenlijk... Kijk nou, hoe leuk! Nou, Oswald. Jullie tafel, hè? Wat een verrassing. Ja. Jongens, wat een feestje. Goh, leuk joh. Hier worden eigenlijk al festiviteiten gedaan, mosselfeesten. Maar waarom ligt het eigenlijk niet meer aan het water? Wat is er gebeurd? Nou, dat is, zoals ik begrepen heb, moest het haven dicht. Ten eerste omdat er een stukje Braakman moest ontpolderd worden, zeg maar. En zo is het uiteindelijk in de jaren 50, als ik me niet vergis, kwam eigenlijk een einde aan de haven. Jongens, wat een feest, hè? Hebben jullie zin? Zeker. Heerlijk. Oh, Monk. Kijk eens. Oh, dankjewel. Lekker hè, Monk? Jeetje, dat lijken wel waterlelies hier vandaan. Oh, wat prachtig. Kijk, je voorgerecht. En dan gratineerde mossel. Oh,
Wel de moules escargot, alsjeblieft. Een beetje stokbrood erbij. Dankjewel. De mosselen à la crème. Oh, wat heerlijk. Ja, alsjeblieft. Zet maar neer. De mosseltjes op Filipijnse wijze voor u. Filipijnse wijze? Ja. En wat betekent dat precies? Met ui, peterselie, paneermeel en wat boter. Oh. Mosseltjes, het zeer oude familierecept. Heerlijk, dankjewel. Heerlijk. En nog een keer het bekende familierecept. Oh, kijk eens aan. Nou, dat is één grote familie. Heerlijk. Mama, oh, Filipino. Ik wil een Filipino. Ben helemaal gelukkig. Lieve mensen van de restaurants, hartstikke bedankt. Dankjewel. We gaan nu iets heel anders doen. Kan ook heel leuk zijn. Kijk, Zeeland staat natuurlijk heel erg bekend door al die pittoreske dorpjes en vissersplaatsjes en huisjes en dingen. Maar er is ook hele mooie moderne architectuur. Een voorbeeld daarvan is het stadhuis in Terneuzen. De meningen zijn erover verdeeld. Of het mooi is of niet. Kijk eens aan. Een soort bunker eigenlijk. Zie je, dit is gewoon net een tank. Alsof het kan rijden en overal overheen walst. Kees? Hoi. Hoi. Het is wel intens, hè? Mooi, hè? Weet je wat ik nou zag toen ik uit de garage kwam? Ik vond net een tank. Een tank? Ja, een tank met mitrailleurs en zo. Ja, ja, weet je, mensen maken er van alles van, hè? Er zijn er ook bij die associëren het nog een beetje met Atlantic Wall. Oh ja. Ja, een bunker, laat ik maar even zien. Ja, nee, maar het heeft iets, dat precies. Ah. Je krijgt een soort gevoel alsof het iets met de oorlog te maken heeft. Kees de Bruin is al jaren bode in het stadhuis, maar weet inmiddels ook alles over de architectuur. En hij geeft ook regelmatig rondleidingen in en om het gebouw uit 1972 van architect Jaap Bakema. Bakema die was geïnspireerd door de schelden en de industrie en de watertoren die aan die kant stond. En het is brutalisme, zoals dat heet. Ja, he? Komt van het, eigenlijk modernisme had je eerst en dit was een soort losgemaakte stroming. Ja, klopt. Dat was ruw en groot en blokken. Ja, precies. Want dat is brutalisme. Brutalisme dat laat zich herkennen aan het duidelijk zichtbaar zijn van hoe het gebouw in elkaar zit. Ja. Dus je ziet bij wijze van spreken elke soef en elke bout en al de bekisting zie je allemaal. Nou, de bekisting is weg natuurlijk, maar waar de bekisting zat, daar kun je ja, dat zien. Kon je zien. Ja. Maar was jij toen je hier bode werd, toen, hoe oud was je toen, mag ik vragen? Laat ik het anders zeggen, ik ben nu 63. Ja, oh jee. Ja, en hoe oud was je toen je begon? Ik was 39. 39. Ja. En vond je dit toen ook al een mooi gebouw? Nou, laat ik het zo zeggen. Dus van 39 tot 63, schoonheid komt met de jaren. Ja, laat dat ik het zo is maar zo. Even zeggen. Ja, in het begin was ik er niet zo van onder indruk als ik nu ben. Maar weet je wat het is? Daar zag ik natuurlijk alleen maar de buitenkant. En als je nu binnenkomt en al die mooie details allemaal ziet. Maar goed, tegelijkertijd, toen ik aankwam, vond ik het wel intens. Ik dacht wel, ja, wow, daar staat een gebouw. Daar staat wat. Ja, en precies. Als het langer mag blijven, want dat is vaak zo met gebouwen die wij nog niet echt kennen. Mm-hmm. Of althans, waar we ons mee geconfronteerd voelen mm-hmm. in het leven. Ja. Als die maar lang genoeg door de tijd meegaan, dan worden ze later natuurlijk weer heel anders bezien. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Als wij nu een oud gebouw zien, waar dan ook. Ja. En dat is, ik zeg maar wel 300 mooi, jaar oud als je daar is. Ja, dan vind we het allemaal leuk. Hartstikke mooi. Ja. Maar je moet me afvragen, toen dat 300 jaar geleden daarvoor dus gebouwd werd, wat mensen, zoals wij hier nu staan, ervan vonden. Vonden er ook allerlei dingen ja. van. Ja, nou, ik kan je nog één ding laten zien, hier aan de buitenkant. Wat echt heel erg bijzonder is. We lopen even naar daar toe. Kom even hier, dan kun je het allemaal verder zien. Ik ga mee. Dit kozijn, zie je dat nou? Dat is over heel de breedte, of heel de lengte van het gebouw. Dus we lopen van de derde verdieping naar het einde, daar zit de burgemeester. We lopen het hier zo naar de tweede verdieping. Snap je nou? Nee. Het zijn twee verdiepingen, maar het kozijn blijft wel even recht natuurlijk. Mevrouw, het is niet zo dat er een knik in zit. Oh, kijk, dat kozijn blijft recht, maar hier is ook een verdieping. Ja. Het is een gebouw dat imponeert en waar je ook van alles van kunt vinden. Eens kijken wat de binnenkant te bieden heeft.
Ook binnen vind ik het nog een bunker, met hele dikke muren. Maar het heeft wel iets. Het is het mooiste trappenhuis van Nederland. Oh? Ik ben overigens al wat trappenhuizen geweest, maar ik ga er even vanuit dat dit het mooiste is. Komt u binnen? Oh! Kijk nou! Nou ja! Is het mooi, is het mooi? Jeetje! Prachtig, mooi man. Ja, dit is fantastisch. Kom. Dus je moet je voorstellen dat Bakema die was hier en die zag dit allemaal. Dit is dus brutalisme, omdat het gewoon eigenlijk, het is niet, het zijn de balken waarop de rest staat. Ja, klopt, dat is ook zo. Stomme palen. Ja, ja. En ze halen ze gewoon niet weg, want ja. Het heeft toch geen stoel. Want daaronder zie je die kolommen allemaal staan, hè? Daarom brutalisme. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Klopt, inderdaad, dat is ook zo. Dat is magnifiek mooi. Daar, sta, ja, daar dit... staan ook die, al die zware pilaren allemaal onder. Het gebouw is groot, het is immens, het is massief, het is zwaar. Maar die had ook voor hele kleine bijzondere details. Moet je naar die plinten kijken. Die zit niet op de muur, nee, die zit in die muur. Hey, ik vind het knap dat ze die uitsparing hebben gehouden. Mm-hmm. Maar ik had het dan toch net als aan deze kant een mooi houten plintje ingestopt. Maar goed, de smaken verschillen. We gaan naar de raadzaal. We gaan naar binnen. Kom. Dit vind ik ook prachtig. Dank. Heel mooi, met de houten luxe flex. Ja, maar dat is allemaal... van latere datum, hè? Oh, zo zie je maar. Ik ben toch een beetje een... 2005. In 2005 is deze raadzaal aangepast, gemoderniseerd. En dan blijkt Kees inmiddels een purist. Want dat vindt hij nog steeds een beetje jammer. Ik vond het... Nou goed, ja, prima. Deed je toch een beetje pijn dat het gebouwgeweld aangedaan werd? Misschien? Ja, ik vond het meubilair, dat was mooi strak. Daar was helemaal niks mis mee. En er stonden bovendien al die mooie stoelen natuurlijk allemaal bij. Ja. En... tafel zo, dat was recht. Daar zat, in het midden zat de burgemeester met de dames en heren wethouders. Hier is de raadsleden. Dat was dan rechthoekig weliswaar. En tribune. Tribune is zoals het toen ook nog was. Ja, nou ja, kijk, in dat opzicht moet je natuurlijk ook een beetje mee met je tijd. Ja, mensen precies. Zijn ook wat meer luxe gewend. Ja. En... kom mee. Dag. Kijk. Ja, dit wat is... wat vind je ervan nu, tot nog toe? Nou, ik vind het echt wel wat hebben, ja. Ik kan het in mijn hart sluiten. Ik vind het heel bijzonder. En ik vind het vooral ook heel bijzonder hoeveel liefde jij ervoor hebt. En dat draag je machtig mooi over. Daar wil ik je voor bedanken, Kees. Dankjewel. Fantastisch. Yes. Je zou Zeeland misschien nou niet meteen associëren met een jazzclub. Maar een van de meest beroemde jazzclubs... zit hier in Terneuzen, Porgy & Bess. Hier zou je hem hebben, Frank Mann. Frank. Dit is Frank Kouden, een Surinamer die in 1944 meevocht met de geallieerde bevrijders. En hier in Terneuzen aan een vrouw bleef hangen. En hier uiteindelijk een jazzclub begon. Ooit speelden hier grootheden als Art Blakey en Chet Baker. Bedankt denk ik dan dat hij ons bevrijd heeft, dat is één. En dat hij toch een hele bijzondere club heeft nagelaten. Bijzonder. Wil je wat drinken? Ja. Vanavond treedt het Thomas Paul Quartet op. Met niemand minder dan drumlegende Han Bennink. Ik vind het geweldig gelijk. Ik zit er helemaal in. Ja, I love this. Ja, mooi en wat hè? Mooi dat Han er ook is. Ja. Bizar hè? Ja. Hoe oud is hij nou? Van Bennink is 81. 81? Ja, mijn bouwjaar.
We lopen even naar buiten voor een rustig gesprek. Hans Zuiderbaan is al decennia lang betrokken bij de club en heeft jaren met Frank Kaulen samengewerkt. Hans, jij hebt hem gekend, Frank Kaulen. Ja. Hoe was hij dan? Een onstuitbare man die altijd ideeën had en of ze nou konden of niet, het ging door. Wat fantastisch. En... Maar was hij geen vreemde eend in de bijt hier? Nee, tussen hij... al die zeeuwen? Nee, hij was immens populair. Wat leuk zeg. En het was dé tent waar iedereen uitging. Het was toen echt een jongerentent. Ja. En ongelooflijk veel mensen hebben hier hun partner ontmoet. Hoe leuk is dat? En jij? Ik ben hier in 1974 gekomen en toen ben ik heel snel door Frank in mijn kladden gegrepen om voorzitter van de stichting te worden. Wat dat goed. Was in 1974. Maar hij was alleen maar onstuitbaar en heel leuk. En ja, hij wilde gewoon dat de muziek hier ja, gewoon... Ja, nee, maar het was een ontzettend hartelijke man. En met altijd ideeën. Een doorzettertje ja. eigenlijk. Ja. Ja, wat mooi. Ik vind het zo bijzonder om te zien dat je echt geen steek verandert ook. Het is ongelooflijk. Ik heb weer hoop voor de toekomst. Maar je moet natuurlijk wel met een beetje guts spelen. Nou, dat hoor ik wel. En als je dat niet doet, of het nou chansons zijn of wat dan ook, dat maakt geen reet uit. Nee, je moet gewoon het moet lading hebben. Ja. Hey, en wat is er nou bijzonder aan het Porgy & Bess hier? Wat is dit is toch een unieke plek? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik denk mijn eerste... gig hier 40 jaar geleden was. Ja. Ik weet zeker dat het met Johnny Griffin en Pim en Ruud Jacobs was. Want Ruud had een Zeeuws meisje versierd en we konden de auto niet vinden. Het was helemaal bewazend. Dat was die tijd. En ik heb hier nog gespeeld met René Thomas. Ik heb hier gespeeld met Philippe Catherine. Ik heb hier waarschijnlijk ook met Misha gespeeld. En die Frank heb jij toen Frank gekend? Heb ik heel goed gekend. Ja. Het leuke van Frank was... dat hij was... Zijn vrouw had hier tegenover een winkeltje. Ja, met een wolwinkel. Ja, en nylonkousen. Nylonkousen. En als je een snabbeltje had gespeeld, kreeg je van Frank voor je vrouw altijd een pakje nylonkousen mee naar huis. Mijn vrouw die droeg ze niet, maar het idee was toch wel heel lief. Ja, zeker. Ja. Hij had hier een enorm goede positie. Ja, hij was een held. Man, hij was echt maar dat gek. Is hij nog. Ja, dat is hij altijd gebleven. Geweldig om... toch eigenlijk, hè? Dat één iemand zo'n legacy heeft eigenlijk. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Goed, nou, wij hebben genoten en ik dankjewel, vind schat. Het enorme dankjewel. Eer dat ik hier met jou op dit... Hé, van wie was die leuke hond hier net zo? Dat is de mijne. Maar die houdt niet van jazz. Nee, honden haat het. Mijn hond, als Hansje mee is, mijn hond... En het gaat swingen, en dat heeft het heel vaak gedaan, deze set. Gaat Hansje op de achterpoten staan dansen. Echt? Vraag het aan Miek. Het gaat echt dansen. Ik geloof je. Maar echt. Maar het gaat goed. Ik dank vind je wel, het lieve. Fantastisch dank je te ontmoeten. En ik hoop dat je nog heel lang drumt. Gaan we doen. Oké, cheers. Oké, bye.